Ik ben Yvonne en ik ben 22 jaar oud en ik studeer social work aan de Hogeschool Rotterdam. Voor mijn afstuderen bij EMI op Zuid heb ik samen met de leerlingen van de leerlingenraad van OBS De Blijvliet het kinderrechtenspel ontworpen. Het blijkt namelijk dat veel kinderen, ook door heel Nederland, weinig tot geen kennis hebben van hun rechten. En laat dat nou zo belangrijk zijn, dat je kennis hebt van je rechten. Ik denk dat iedereen weet wat kinderrechten is. Wie weet er niet wat kinderrechten zijn? Dan kan kinderen wel mogen doen of niet, zeg maar. Bijvoorbeeld, kinderen moeten vanaf tot hun 18e. Naar school. Als je kennis hebt van je rechten en als je weet dat er onrecht wordt aangedaan, dan kan je hiervoor opkomen, maar misschien ook voor anderen. Ook voor de ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor groeit bijvoorbeeld je zelfvertrouwen en je autonomie. Het spel wat we hebben ontworpen ziet er tot nu toe zo uit. In het midden liggen allemaal kaartjes die ze moeten verzamelen om het spel te doen. Dat door middel van dit spel, dat het op vele basisscholen gespeeld gaat worden en dat veel kinderen gaan leren over hun rechten.